Het driedaagse dialoog van de PANCAP over de strijd tegen HIV-AIDS is gisteren succesvol afgesloten. Dit hebben enkele toppers van de organisatie meegedeeld tijdens een gisteren gehouden persconferentie. PANCAP is een samenwerking partnerschap tussen Caribische overheden, NGO's en diverse andere instituten die er voornamelijk naar streven om HIV-AIDS geheel uit te roeien. Dit doel moet tegen 2030 gerealiseerd zijn. De afgelopen 3 dagen hebben vertegenwoordigers van de LGBT-gemeenschap, commerciële sekswerkers en Caribische religieuze leiders voor het eerst diepgaand gesproken over oplossingen voor AIDS. Met name het stigma en de discriminatie tegen HIV-besmette personen is uitgebreid besproken. Geestelijke leider Danielle Dokman is positief gestemd over de uitkomst van de 3-daagse dialoog. Ze zegt dat er vooral over de taboes is gesproken. Kijk, wanneer we praten over HIV en AIDS, komen we er niet onderuit dat er een bepaalde groep van mensen vaak genoeg zij zijn high-risk groups, kwetsbare groep, dankjewel. Ze zijn een kwetsbare groep. Er is een kwetsbare groep daarbij waar we niet zo graag over willen praten en dat is de LGBTQ community. En vaak genoeg is dat een moment waarbij religieuze leiders met hun heilige geschriften komen en zeggen van nou, dit kan niet, dit zo niet. Maar het gaat erom dat we samen als religieuze leiders en als mensen van deze kwetsbare groepen samen kunnen komen om te kijken hoe wij de toegang tot gezondheid toereikend kunnen maken voor de mensen die het meest nodig hebben. Zodat we werkelijk in het jaar 2030 kunnen praten over HIV en AIDS was iets van onze geschiedenis. Dokman stelt verder dat er raakvlakken zijn, maar dat een aantal onderwerpen nog besproken moet worden door de leiders. Er is volgens haar wel een voorlopig akkoord bereikt. Het is een document dat aangeeft dat onze discussies raakvlakken hebben. Dat we allemaal zeggen, vanuit ons geloof moeten we een houding hebben van liefde, respect om elkaar te behandelen. Omdat een ieder gemaakt is door dezelfde God waarin wij geloven. Dus als we vanuit dat punt uitgaan, dan zien we dat er raakvlakken zijn. We hebben ook aangegeven dat er nog ruimte is om verdere discussies te hebben. Er zijn nog steeds dingen die we op dit moment niet kunnen zeggen van oké, we zijn er helemaal goed mee. Maar dat er nog verdere discussies zijn. Danielle Dokman over de 3-daagse dialoog van de PANCAP. Als religieuze leider is ze positief gestemd over het verloop van het gesprek.